Het is vandaag 12 september 2015. Op dit moment sta ik in een weiland wat is omgetoverd tot een trekkersveld, want vandaag zal hier trekkertrek plaatsvinden. Naast trekkertrek zijn er heel veel andere leuke activiteiten om te doen vandaag voor jong en oud. Het is bijna 10:15. Tijd voor de Uitkiekdag. Met water en ik ben eigenlijk wel benieuwd wat er gebeurt, dus ik ga even kijken. Hey, mag ik wat vragen? Wat gebeurt hier allemaal? Nou, we hebben hier 3 waterballen liggen, daar kun je in kruipen en dan worden ze opgeblazen, ritsen dicht en dan kun je je gang gaan in het water. Dan kun je helemaal uitleven, oké. Okay. Mag ik dat ook proberen? Zeker. Nou, dan gaan we dat doen. Ja, kom verder. Het ziet er misschien niet zo spectaculair uit, want het gaat niet zo snel. Maar reken maar dat het super spannend is. Er zijn heel erg veel mensen op de Uitkiekdag en ik ben wel benieuwd waarom ze hier eigenlijk zijn. Wat vindt u van de Uitkiekdag? Oh, dat is wel gezellig. Gezellig? Wat maakt het zo gezellig? Nou, al die mensen en zo en ja, en we hebben mooi weer. Echte Venus, hè? Ja. Echte Venus. Dat je moet erop afkomen. Ja. Dus ja, dat is hartstikke leuk. Is het. Elk jaar ga ik trainen. Wat doe jij vandaag hier op de Uitkiekdag? Nou, van de zon genieten. En trek eens kijken. Want ja, even kijken natuurlijk. Het is op zich een mooi gebeuren dat er in Eikenveen deze happening is. Ja, bent u speciaal voor iets hier naartoe gekomen? Nee, niet speciaal. Gewoon omdat je in Eikenveen woont. En dan vind ik eigenlijk als je hier woont, moet je ook hier even kijken sowieso. Ja. Ik ben eigenlijk voor mijn kinderen gekomen. Die zijn hier nou ergens aan het rondrennen. Want die zaten de hele week al, mijn dochter zat de hele week al van papa, wat voor dag komt eraan? Ik zeg nou, ik weet het niet. Bab. Ja. De Uitkiekdag. Oh, nou ja, en vanmorgen was het eerste wat ze zei toen ze wakker werd. Pap, wat voor dag is vandaag? Ik zei ja, Uitkiekdag. Wat doet u vandaag hier op de Uitkiekdag? Nou, dat vraag ik mezelf ook een beetje af. Een hele spontane actie. Ik had toevallig gehoord dat het er was, maar ik ken het helemaal niet. Ik hoorde iets met trekkers en we waren in de buurt. Dus ik denk, nou, die jongens vinden dat vast leuk. Wat doe jij hier vandaag?
Hier een beetje rondneuzen en leuke dingetjes doen. En wat voor leuke dingetjes doe je dan? Ja, daar bij de ballen. Bij de ballen? Wat voor ballen? Ja, dan kan je inlopen en dan word je het water opgedaan. En dan moet je verschillende dingen, gewoon een beetje lopen. Zal ik eerlijk zeggen, ik ben een boerendochter. Ja? Ik heb eigenlijk helemaal niks mee. Oh, je hebt helemaal niks mee. Maar ja, okay. Ik heb twee zoons en die vinden het natuurlijk toch wel heel stoer. En ik, joh, als je springkussen, wat trekkers. Mijn broertje rijdt op zo'n oldtimer hier rond. Oh, wat leuk. Dus eigenlijk vind ik het toch wel leuk. Stiekem ben ik dan wel een beetje trots op mijn boerenbloed. Ja. Ik zit hier naast Henk Wijngaard. Ik zit hier nu backstage. En u bent net gearriveerd. Ja, letterlijk en figuurlijk achter het podium. Achter het podium ja. Zitten we echt, hè? Ja. Wat is uw eerste indruk van de Utkiekdag? Fantastisch. Ja. Ik hoorde dat het met vrijwilligers opgezet is allemaal. Ik vind het geweldig. Ja, het ziet er fantastisch uit. Heel veel mensen, heel veel dingen. En al het rijdend spul wat er maar in Nederland is, ja. Dat zie je hier. Het is lekker warm, dus ik zie het wel zitten. Ik hoop dat het publiek het ook leuk vindt. Ja, absoluut, dat komt helemaal goed. Als ik het leuk vind, dus gaat mij er al in het publiek ook leuk vinden. Heb ik ervaren dat ik nog steeds van je hou? Zie je dat al lachen? Oké, doe je mee? Kijk uit, hier ben ik. Want als ik terugblik, ben ik het liefste toch bij jou, jou, jou. Want na al die jaren heb ik geen opnieuw ervaren dat ik nog steeds van je hou. Nou, tot nu toe gaat het gewoon uitstekend. We hebben ontzettend mooi weer. Ontzettend veel vrijwilligers op de been. We hebben wel geteld vandaag 175 die een betekenis hebben om deze dag waar te maken met elkaar. En dat is de reden waar ik een kick van krijg. Dat Nijkerkerveen met elkaar dit op kan zetten. Geweldig. Jij bent vrijwilliger. Waarom ben jij vrijwilliger vandaag? Nou ja, dat doe ik al voor het zesde jaar, omdat ik het heel gezellig vind. En omdat het ook van onze kerk uitgaat. Nou, dan vind ik dat heel mooi dat we op deze manier samenhorig kunnen zijn. Ja. Ik zit al jaren bij de wc's. Okay. Wc's schoonmaken. En dat doe ik hoofdzakelijk voor goede doelen natuurlijk. En in dit geval zit ik hier als afgevaardigde van de Gereformeerde Kerk. Ja. Maar alle drie de kerken in ons veen vind ik belangrijk genoeg om voor te zitten. Om zo'n dag neer te zetten. Ik hoop tot volgend jaar.